Hallo allemaal, even een filmpje vooraf opgenomen deze keer, omdat het qua timing wat beter uitkwam om dit zo te doen dan live. Zoals enkele van jullie weten, heb ik een drietal weken terug een event gehad, Stampin' Up on Stage, in Rotterdam. Eventjes mijn spulletjes goed zetten. En als Stampin' Up demonstratrice mocht ik daaraan deelnemen. Het was een onwijs gaaf evenement. Het was voor mij de eerste keer. Het was wel vermoeiend, maar wel heel leuk om mee te maken. Ik heb heel veel collega's ontmoet. Ik heb mensen die ik al ken weer gezien. Ik heb geknutseld, van alles gedaan. En in deze video wil ik jullie eventjes meenemen in allerlei nieuwe producten. Producten die ik gekregen heb tijdens het event. Maar ook de swapjes die ik heb mogen ontvangen. Al het lekkers heb ik er al uitgehaald en heb ik met de kinderen gedeeld. Maar uiteraard neemt dat niet weg dat de creaties die er zijn hartstikke leuk zijn. Ik ga beginnen met de tas die ik heb ontvangen bij Stampin' Up on Stage. Dat is een hele mooie grote rugzak. Met allerlei vakken, mogelijkheden. Er zat toevallig ook nog een setje pennen in. Dat zijn de nieuwe inkollers. Verder zat er in de tas. Er zitten allerlei vakken in. Maar er zit ook nog een ander tasje in. Laat ik zo even zien. Zet ik even aan de kant. We kregen een soort paspoort. Dat had te maken met een playground die er was. Waarin we allerlei leuke dingen konden zien, producten, dingen uit de catalogus, tips, tricks, noem het allemaal maar op. Een memoboekje, altijd handig. En mijn toegangskaart voor het evenement met allerlei pins die we hebben gekregen. Dat is ook echt typisch iets voor de Stampin' Up evenementen. Allerlei pins om, nou, kom op, even zo doen, om te verzamelen, om te ruilen, noem het maar op. Even terug in de tas, iets met plekgebrek, zullen we maar even noemen. Dan deze beauty, die zat dus nog onder in de rugzak. Openmaken, kijk, en ik heb hier mijn etui in zitten. Hartstikke handig. Met bakjes om van alles in te zetten. Je kan er wat inkpads in kwijt. Het is allemaal verstelbaar. Hier kun je je tools in kwijt. Noem het maar op. Hartstikke handig. Hè? Een soort knutselcase. Geen beautycase, maar knutselcase. Maar even dichtrutsen. Gelijk mijn standaard etui even eruit laten. Trouwens een tas met een dubbele bodem. Als je deze eruit hebt, kan je hierboven een bodem openmaken. En dan heb je een gewone grote rugzak. Die is aan de kant. Verder hebben we tijdens de product playground, waar ik dus net die kaart van liet zien. Was er een color wheel, konden we krijgen met een uitleg erachterop over hoe het werkt. Hoe de kleurentheorie in elkaar zit. Ik heb allerlei tips gekregen voor social media berichten. En ik heb een swatch gemaakt, zo heet dat, met de nieuwe inkollers. Ik moet even spieken. De Peach Pie. De Petunia Pop. Pretty in Pink. Shy Shamrock. En de Summer Splash. Ik vind hele mooie, heldere, frisse kleuren. Ik ben blij met de kleuren die er nu in zijn gekomen in het assortiment. Zo. Ik heb hier heel veel uitgestald op mijn bureau, dus het is eventjes uitvogelen. Dan ga ik beginnen met de swapjes. Ga ik er even bij pakken.
Een heel mandje vol. Zijn er genoeg. Ik had er, even denken, een kleine 40 gemaakt. En als je die dan ruilt, krijg je er dus ook een kleine 40 weer terug. Laat ik beginnen met deze. Oh, ik gooi al gelijk iets over de grond. Beginnen met deze. Hier zat dus een lintje omheen. Van Kreanoush. Anoushka, bedankt. En het doosje is al leeg. Dit is een heel leuk zelfgestempeld doosje. Heel eenvoudig, maar hartstikke leuk. En er zat een overlevingspakket voor ons in. Wat ze voor mij en een aantal andere collega-demo's die samen gingen, had ze die gemaakt. Hartstikke leuk en het was erg lekker. Dan leg ik even hier achter me neer om een klein beetje ruimte te creëren. Dan had ik, mis alleen een dingetje. Ik mis de blaadjes van het kerstje. Van Marinda. Die had deze gemaakt. Lintje eromheen met een logo. Vandaag is het feest. Dat ze op de achterkant nog gedaan. En dit is een mini pizza doosje. En hier had ze hele lekkere koekjes in zitten. Ik weet alleen niet waar de blaadjes van het kerstje heen zijn. Maar komen we dadelijk vast nog wat tegen. Dankjewel Marinda. Nou had ik van mijn teamleider, mijn upline, had ik een heel groot pakket. Dat zat dus in dit mandje gekregen. Maar ja, er zit zoveel in. Dus ik ga eerst even de swapjes doen die erin zitten. En dan komen we daarna bij de inhoud van het mandje. Er zat allereerst een hele leuke drinkbeker in. Maar die heb ik beneden staan, want die heb ik afgewassen. Dan gaan we beginnen met de swapjes. Für dich. Een Duits swapje. Want ja, het was een internationaal evenement. En het leuke van swapjes is, je maakt zelf een swapje. En als je dan 40 swapjes hebt, dan kun je die delen met 40 collega-demonstratrices. Met de QR-code, waarschijnlijk zal dat een video zijn hoe dat je hem maakt. Van Martina Fraulein Erdbeerli. Heel leuk dingetje. Een Duitse demo. Stop hem ook gelijk weer even terug. Want anders weet ik aan het eind, of als ik een keer iets na wil maken, niet wat van wie is. En het is altijd wel zo netjes om als je iets namaakt, ook de oorspronkelijke bedenker van het swapje te taggen. Nou, lintje eromheen. Dat is één. Dan deze. Oh. Een heel leuk portemonneetje, envelopje. Er zit dus een bannertje omheen. En hier zat koffie in. En deze is gemaakt door... Even kijken, Lisbeth van IJssen, een Nederlands demonstratrice, inclusief wat zij gebruikt heeft. Heel leuk swapje. Volgens mij zat hier in ieder geval koffie in, maar dat weet ik niet zeker. Maar alles wat er dus in zat, is er al uit. Dat hebben we hier thuis al lekker verdeeld. Deze weet ik nog. Hier zat een mini stroopwafeltje in, hartstikke leuk. Het is van een Duitse demonstratrice. Lois Doel. Hartstikke leuk. Hier, nou ja, de voorkant verklapt het al een beetje. Daar zat ook koffie in. Nou, zoals je ziet, er zit een kleine onderbreking in. Dat is dus de reden dat ik niet vooraf, of niet live ga, maar vooraf opneem. Omdat ik af en toe eventjes weg moet. Een volgend swapje. Ook van een Engelse Stampin' Up demonstratrice. Janie.
Hartstikke leuk. Hier zat dus een oploskoffietje in. Dat is een, ook een heel leuk ideetje. In een zakje met thank you. Weer in het zakje stoppen. Oké. Das Leben ist schöner, wenn du kreativ bist. Heel leuk designpapier. De quote op zijn Duits verklapt het al een beetje. Die komt van een Duitse demonstratrice af. Tatjana. Heel leuk. Hier zat ook lekkere snoepjes in. Dan hebben we hier een... even kijken, dit is van een Franse demonstratrice. Ik ga niet eens een poging doen om het uit te spreken, want mijn Frans is echt super slecht. Maar een heel leuk vierkantig doosje. Gaan we eens openmaken. Want hier zaten geen snoepjes in. Oh, hier is die. Hier zat namelijk een pen in. Altijd handig. Dus een heel simpel en leuk doosje. Een vierkant met een designpapiertje erop. Pen erin. Strikje eromheen met een labeltje. Hartstikke leuk. Die weer eventjes terug eraan doen. Dan weten we tenslotte welk swapje van wie is. Een fijne dag. Ook een heel leuk swapje. Met een veldje. Een veldje is niet alleen voor je nagels, maar die kun je dus ook gebruiken met knutselen. Voor je randen bij te werken, maar ook juist om hele leuke grove randjes en allerlei effecten te creëren. Die komt van Laura, een Nederlandse demonstratrice. Even haar naamkaartje, wat ze gemaakt heeft, terug erbij instoppen. Zo. Dan hier, kijk, een hele leuke, met de uiltjes. Het is een boekenleggetje met een QR-code. En hierin zit een magneetje verwerkt. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Hij klapt dus echt dicht. Hartstikke leuk. Nog een keer. Leuk, een boekenleggetje. Ik weet zo even niet van wie die is. Misschien staat het er heel klein in. Valtspiel, een Duitse demonstratrice, aan de naam te zien. Dan ook heel leuk met het bijtje. You are incredible. Staat alleen... Oh, van Crafty Cat. Van Crafty Cat komt die. Hartstikke leuk. Vrolijk Pasen, van Crea Nieltje. Leuk, heel eenvoudig. Gewoon een vierkant doosje. Hier zaten wat paaseitjes in. En op de voorkant en de achterkant een uitgestampt paasei. En je hebt een heel leuk swapje. Hier zaten ook lekkere snoepjes in. Designpapier. Deze is van Martine Boulay. En dit is echt heel grappig. Dit is een swapje. Kijk waar het begin is, hier denk ik. Kijk, en het is echt maar een rechthoekig stukje papier. En door die op een bepaalde manier te rillen en te vouwen. Ik moet zelf even kijken, want ik weet ook niet hoe dat die zat. Dat is het grappige eraan. Je haalt het uit elkaar, maar hoe zat het ook alweer in elkaar? Zo gok ik. Daar komt hij weer. Hoppakee. En dan steek je hem er aan het einde in. En je hebt je doosje weer mooi in elkaar zitten. Heel leuk. Dan heb ik van Pauline, ook een demonstratrice waarmee wij samen gingen, heb ik deze gekregen. De bezige Bo, heet ze op de socials. Ook met een magneetje gemaakt.
En daarin zit een heerlijke handcreme. Het mooie is, ze heeft er dus ook nog een inleg gemaakt voor de handcreme, zodat die netjes op zijn plek blijft liggen. En het mooie aan dit doosje is, je kan hem dus ook weer plat maken. En dan kun je hem ergens makkelijk bewaren. Dus over nagedacht. Hartstikke leuk. Nou, terug erin. Dat weet ik even niet. Zo. Hartstikke leuk doosje. Dan nog een leuk schapje. Hier zat ook een chocolaatje in. Gewoon een blikje met ertussenin een half open doosje. Deze komt van... Onstage, dat was het logo van Onstage. Een Duitse. Even kijken. Susanne aus Berlin. Hartstikke leuk. Leuk swapje. Even een zakje. Hoppakee. Leuk swapje van Susanne Bonnema. Met een paperclip. En heel leuk de snijmalletjes van Stampin' Up gebruikt. Ja, het is allemaal Stampin' Up spul natuurlijk. Maar dit is het, de papiersnijder met een designpapiertje. Hartstikke leuk. Want oorspronkelijk is het zo, is een swapje eigenlijk niet meer als een kaartfrontje. En dit is dus gewoon een klein kaartfrontje. Met leuk een paperclip erbij. En deze is van Vivian Lacroix. Een Duitse, een Duitse demonstratrice. En zij heeft laten zien dat je dus je restjes papier absoluut niet weg hoeft te gooien. En dat je er juist hele leuke dingen mee kan creëren. Dit zijn allemaal dunne strookjes gesneden. Op een kaartje geplakt. En deze die is zelfs gescheurd. Ze geeft een heel leuk effectje. En dit is dus ook echt typisch zoals een swap oorspronkelijk bedoeld. Het is gewoon een kaartfrontje meer niet. Hartstikke leuk. Dan heb ik hier nog een leeslegger van een Duitse demonstratrice, Claudia. Heel eenvoudig met gewoon wat stempeltjes bestempeld. De Dragonfly Pons heeft ze libelles mee uitgestanst. Geponst. Dus, hartstikke leuk. Dan heb ik van Pascale Lima. En de Duits, van de naam te zien gok ik een Duits of een Franse. Ja. Vigogne. Ik denk Frans. Die heeft dus een heel kaartje gemaakt. En dit is echt wel een leuk kaartje. Dat heeft namelijk, kijk, kan je zo uitvouwen. En zo. En aan de stempel te zien is het inderdaad een Franse demonstratrice. Ze heeft er een heel kaartje van gemaakt. Niet een kaartfrontje, maar een volledige kaart. Met de paper florist. Nee, niet de paper florist. De translucent florals stempelset en dies. Hartstikke leuk. En dan hier, kijk, een klein kaartje. Heel eenvoudig. Met een houten hangertje. Van, even kijken. Magda Schlucklich. Hoe heet ze? Oudje, denk ik, gok ik. Heel leuk. Paaskaartje. Dan heb ik... ook een kaartfrontje van Iris Stempelt, een Duitse demonstratrice. En daar is dit gedeelte is embossed. Dat is moeilijk te zien, ik zal hem even uit het plastic halen. Sommige kaartjes dan is het prima te zien zo, maar sommige kaartjes dan moet je het echt uit het plastic halen. Dit is geen kaartfrontje, dit is een volledige kaart. Even kijken, zo kan je het zien. Deze is embossed, deze strook. Een klein stukje designpapier. Hartstikke leuk effectje. Iris Philips, Duitse demonstratrice.
Dankjewel, Iris. Dan heb ik hier nog een heel leuk swapje. Van Vanilla Scrap, Vanessa Gonzalez. Een Franse demonstratrice. Die ook graag met scrapboeken zich bezighoudt. Dat is ook het enige woord naast Stampin'Up dat ik uit het Frans kan halen. En zij heeft dus een hele leuke magneet gemaakt. Een magneetje met daarop een labeltje, nog een labeltje en wat elementen gestempeld en uitgeknipt of gestanst. Gestanst. En op elkaar geplakt. En je hebt een hele leuke magneet om als swapje te geven. Terug in het zakje. Zijn er bijna. I Love Scrap. Ook een heel leuk... Die heeft vooral leuk gebruik gemaakt van designpapier. Die is van Christelle Leblanc. Ook een Franse demonstratrice. Kijk, en dat is een hele leuke vouwkaart. Die vouw je dus zo tot een vierkantje en dan kan je hem uit elkaar vouwen. Hartstikke leuk. Dus, een beetje een vliegertje. Je moet het zo, denk ik, op lijken. Hartstikke leuk kaartje. Een visitekaartje er weer bij. De meeste swapjes bewaar ik ook. Ik heb er heel veel. Ik heb hier een ladekastje en er zitten een paar laadjes op. Helemaal vol. En het voordeel is dat je het ook nog wel een klein beetje kan samenduwen. Maar dat zegt genoeg. Hier een kaartfrontje. Hallo. Even kijken. Caresse, een Nederlandse demonstratrice. Hartstikke leuk. Van een Duitse demonstratrice zit er een kaartje in. Nee, hier zit helemaal niks in. Aan de stempel te zien, Dankefürs Aufbauen. Een Duitse demonstratrice, maar er zit helemaal geen kaartje bij, dus... Van wie die is, dat durf ik zo niet te zeggen. Nou, hier is het blaadje van het swapje van Marinda met de kerstjes. En dan heb ik deze nog. Dit is een heel eenvoudig swapje, maar hier zit dus ook een leuk cadeautje in. Grüße mit viel Sonnenschein und guten Gefühlen. Schoon van designpapier. Een envelop gevouwen en in die envelop, hartstikke leuk, kijk. Be happy. Een etuietje. En in dat etuietje er zit... Kijk. Daar zit van Johanna Siever. Een briefje van de demonstratrice. Hartstikke leuk. Heel eenvoudig dus, maar hartstikke leuk ook om cadeautjes dus te geven. Naar deze terug. En dan kom ik bij het swapje wat ik van mijn upline gekregen had. Ja, swapje. Het was een heel overlevingspakket ook. Er zaten snoepjes in. Een soort Maltesers van Tony Chocoloni. Die hebben de kinderen al op. Er zat een hele mooie drinkfles in de kleur Crushed Curry. Ook mijn favoriete gele kleur die Stampin'Up heeft. En dat zat dus in dit mandje. Met een heel lief kaartje. Oh, happy day. Een dingetje met theezakjes. Er zijn theezakjes voor koud water. Dus dat kwam mooi uit. Dat kan mooi in de bidon die ik erbij gekregen heb. Er zat een setje met twee gezichtsmaskertjes in. Moet hem nog gebruiken, dus dat gaat vast goed komen. En tot slot, kijk eens. Heel leuk, een swapje. Met hierin een hangertje. Dat is eigenlijk een oud pitje. Een oud lampenbolletje. En daarin zitten gedroogde bloemetjes. Van Salina. Hartstikke leuk.
Dan ga ik even al mijn zwapjes terug in het mandje zetten. Dat was dus On Stage. Het was een hartstikke leuk event. Volgend jaar vindt het om en nabij in hetzelfde weekend plaats. Denk je nou, ik heb die foto's gezien, ik heb de beelden gezien. Hartstikke leuk, dat wil ik ook. Zorg dan dat je demonstratrice wordt. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je bij mij in het team stapt. En als jij ten tijde van het evenement actief, of in ieder geval demonstratrice bent, dan ben jij ook in de gelegenheid om deel te nemen aan zo'n geweldig event. Het is zeker voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Ik vond het heel leuk, ik heb genoten. Het kostte wel best veel energie. Maar als je dan ziet wat je er vervolgens voor terugkrijgt, hartstikke leuk. Zo, ik heb mijn schapjes bijna allemaal weer in het mandje gestopt. Hoppakee, pennetje erbij. Zo. En dan kom ik zo bij jullie terug met nog een filmpje. Want dan ga ik jullie laten zien wat ik al aan nieuwe producten in huis heb. Dag, dag.